Yo guys, welkom op een nieuwe vlog. Dit is super lang geleden en ik heb zo'n beetje stress dat ik het niet meer kan. Maar hey, we zijn hier samen met Ries en Vinicius. En wij gaan nu naar Floriette Mar. Ik heb gekookt, jij was dat? Schoon, deze ziet er echt te vet uit. Zo, de klaar. Gaan we veilig rijden? We gaan rijden. Morgen, we hebben al afgesproken, wij gaan in onze bikini gewoon aan het zwemmen opleggen. Pak het Brian en dan met Ries omdraaien. Let's go. We zitten in een vlieger. Als we wakker zijn, dan zijn we in Floriette Mar. Let's go. Deze was een echt. Achter mij zat een kleine. Zit de hele tijd zo met een tafeltje te spelen. Maar echt de hele tijd zo tik jaar tegen mijn rug. Maar voor mij een groot. Je was de hele tijd aan het springen. En je mocht echt enthousiast zijn. Hè? Maar niet springen tegen mijn kinderen en in mijn rugje te tikken. Alles gezien. En ik ben boos. En vanaf nu positive vibes. Hey meneer, bent u hier van Summer Beach of niet? Zeker wel. Maar je zou het al zo denken, hè? Volgende stop is Floriette Mar. Dankjewel, dankjewel. Merci. Oh, mijn koffer, mijn koffer. Oké okay, jongens, we hebben nog nooit een appartement gehad in Floriette Mar. Dit is de eerste keer. Voilà. Nee, dat was chef niet. Dus we zaten in het verkeerde gebouw, maar onze vriendelijke vriend van de security heeft ons dat juiste gebouw gebracht. Oh yo, very schön. We got some nice bathroom. Dit is ver boven uw verwachtingen. We got a bedroom. We got een. Kijk, dit is mijn bedroom. Nice. Ja. We hebben wel maar één kamer. Waar is de andere kamer? Nee, je hebt één, twee, kamer. Normaal was het dit hier, was een slaapkamer. Ah ja, dus ik slaap op de bankje. Doop. Oké, super. Worden we wakker met een view of zit dat er niet in? Oei. Jij hebt je vriendin en ik heb een tv. Voilà, top. Wajo, ik heb gewoon een bed. Jij moet vandaag de knappe zijn, want bij ons ga je echt duidelijk niet meer. Ik ben mijn kaart vergeten. Jij hebt een kaart bij. Geweldig. Ik draai van 2:30 tot 3:30. Maar er gaan veel mensen zijn aan de Balkan. Ik weet niet hoe dat mijn feeling is met dat publiek. Maar joh, we gaan het zien. Ries, wat vond jij ervan? Vandaag was ik cameraman, dus geen DJ, dus even carrière switch. Het was nice, Balkan people, dus niet België, dus ik zou het zeggen een 8. Yeah! We hebben het gedaan, het was super leuk. Oké, jongens, wij gaan slapen. Ik zie je morgen. Helemaal mooi. Slaap zacht. Yo guys, het is officieel dag 2. Ries heeft een geweldig t-shirt aan. Yo, check de t-shirt. My girlfriend is older than yours. Ik moest het aan van mijn vrienden. Hey. Mijn stem heeft volledig kwijt. Gisteren heeft er niet zoveel goed gedaan. Maar vanavond staat er Move Gaga af. En dat wordt insane. Maar ik ga wel echt kalm moeten doen met drinken, want anders dat gaat hier snel gedaan zijn voor mij, denk ik. Ja. Ja, zeg dat wel. Schoenen aan doen en dan zijn we weg. Dit is ons uitzicht. Super mooi. Jongens, ik heb gisteren die film gezien van Sonic. En ik ben echt enorm fan, want hij heeft evenveel energie als mij. En de haar lijkt gewoon een keihard op mij. Zie je de gelijkenis? Ik denk het wel. Ik heb nog 2 euro. Oké, dus nu ben ik gewoon drukken, toch? Ja, ik denk het. Kom nog eens. Heeft iemand nog een euro? Papa Rifa is kijken. Heb jij nog een euro? Alsjeblieft. Ja. Wow. Huh? Ah, je moet dat ingetrokken houden. Ja, dat ik denk dus ook. What the fuck? Oké, nog 2 euro. Ik ga die naar toe stoppen. Maar echt serieus. Ik ben niet gokverslaafd. Het zijn er geld. Miauw, miauw, miauw. Boys, we zijn daar. Move Gaga. Hey, hey, hey. Van hem. Succes, hè. Yo. I need to introduce you for the vlog. So this is Alan Sanchez. He is the most legendary DJ of Floriette Mar. He knows more Dual Damage songs than the average Belgian guy. Literally. You are a legend. Als je de clips zult zien, hier zijn clips. En de persoon die dat de clips heeft gemaakt is zij. Ik heb echt vaker een vriendin nodig van u. Ja man, zij is meer dan zo'n vriendin hoor. Ik ben tourmanager, ik ben videograaf, fotograaf, boek mee. Ja, het is wel duur. We zijn net thuis. Guess what? Dit is de eerste keer dat ik er ook mijn shirts maak in Japan. Echt? Ja. Doe je dat altijd zo in een brood, zo in zo'n ding? Zo... Ja, ik ben even gewoon in het internet dat ik het zeker goed doe. Oké, wij gaan het proberen eten. Komt goed man. Ik zie jullie morgen. Yo guys, sup. Het is dag 3 Floriette Mar. Wij gaan nu even op jacht.
en eten zoeken. Dat is het plan. Ik vind dat een goed plan. Goed plan? Oké. Ik zeg altijd, als het er zo uitziet, dan weten dat het goed is. Kijk, dit is echt top, hè. Maar ik ben wel echt gewoon kapot. Het is niet dag 6 of 7 of zo, hè, Loret. Het is dag 2 of 3 zo. Ja, oké, okay, maar voor mij is het wel ja, dag 10. Ik wil de pizza. We hebben gisteren echt de dikste klonkset gespeeld. Dat was echt niet normaal. Ik heb kickrolls liggen heten op platen dat echt, ja, underground hostile zijn. Echt super nice. Nu, het ding is, iedereen is vandaag mij en Lies aan het sturen van hey, gaat jullie weer even hard klonken als gisteren? Want dan zijn we daar. En ik denk dat we in een urban hip-hop club staan vandaag. Ja, jij wel, maar het wordt echt wat minder klonken. Dus ik denk echt dat mensen teleurgesteld gaan zijn. Daar ben ik wel bang voor. Als er niemand is, anders is dan België. Dan kunnen we altijd doen wat we willen. Ik ga wel de ramen hier dicht doen, want het zit hier vol met vliegen binnen. Dus jullie dat net aan het regenen was in Lorette, maar crazy shit. Gaan we. Let's go. Wow, dat is hier echt een zieke club volgens mij. Oké, jongens, we hebben net gedraaid. Het was speciaal, maar we gaan nu eerst naar huis gaan. We gaan naar binnen gaan en dan gaan we croque monsieur maken. Nee, ik heb echt geen honger. Maar boom, we gaan speed debrief doen. Let's go. Chef komt van dienst. Dries, we hebben meer boter nodig. Ik was juist... Oh, maar dat is dubbel boter. Daar is boter, hier is boter. Ik geef het even. Dit moet eerst zo maar... Kijk, dit is nu plat al. Oké. Dat is plat. Mooi. Een nieuwe kwak, goed bij. Nieuwe kwak, nog boter. Kijk, en nu komen we waar we moeten komen. We gaan niet besparen, net moet op, hè, want we pakken het niet meer naar huis, denk ik. Nee, mag niet. Zou je die duimkap opzetten? We beginnen rustig. Ries, we moeten nog debriefen. Ja, dus debrief met de krok. Cameraman, alsjeblieft, goede job. Debrief. Deze avond was kinda ingewikkeld. Als iemand, ik doe de eerste mix. Letterlijk, ik hoor alleen de linkerkant van de club. Mixer deed niet mee. Ja, ik was zo van ja, gast, die vorige DJ komt zo. Oh, don't touch the cables. Ik zo, waarom zou ik aan de kabels hebben gezeten? Don't touch the cables. Ik zeg, oké, sorry vriend. Maar er is alleen maar muziek in de linkerkant van de club. Die pakt zo de kabel vast. Ken het, dat je zo een kabeltje dat er zo zzzz doet. Dus die pakt die kabel vast en doet gewoon zo een tikje er tegen. En ik hoor ineens de rechterkant, de linkerkant en ineens door alle boxen. We can fix another mixer. And then you don't have the problem. Ik zei, ja, oh nee, zal wel lukken, maar volgende plaat dat ik erin schuif, net hetzelfde. Dus, nieuwe mixer. Je moet denken, je hebt de iPhones en er staat dan een Nokia. Ja, je moet dan met die Nokia een mail sturen. Het gaat wel, maar het is moeilijk. Ik ga nu opzoeken of je überhaupt een mail kunt sturen met een Nokia. Ah, het kan wel. Oeh. Wow. Ja, wel. Het kan wel. Het is gewoon moeilijk. Nee, maar dus, het was echt saus, hè. Het is echt zo een boter aan. Ries, dankjewel man. Dag. Ja, het is tijd om te slapen. Tot morgen. Yo guys, sup, goeiemorgen. Het is 6:30. Ik denk dat ik een uur wakker ben of zo. Geen grap. We zijn al heel de tijd bezig met muziek. En zij doet de afwas. Ik moet ze bij ook even toch mijn zooi hier opruimen. Oké, dus hoe dat gaat verlopen is 2 tot 3 draaien. 4:15 is dan taxi naar de luchthaven. Luchthaven is daar 2 uur later. 6:15. Is het opstijgen naar België. België, dag slapen. 4 uur naar de kapper. Dan terug thuis komen, eten, slapen. En dan tegen 10:00 Missing Link om daar te draaien. Tot 3:00 is s'nachts. Dus wordt pittig. Maar hey. Ja, dik. We gaan eten, let's go. Hoi, kut. Mijn vrouw heeft 1 keer in een New Kids gekeken. Ik kan niet wisten hoe mijn kut is. Kom, kut. Ik ga naar mijn thuis komen straks. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Man date. Zun. Mooi. Smakelijk, hè? Thanks. Cool. Wat is de rating? Oké, het voorrecht was carpaccio, een 9. Dan een hoofdgerecht, een 11 op 10. En dit geef ik een 8 op 10. Het had eigenlijk perfect een 10 kunnen zijn, maar ik zit gewoon al zo vol. De cola was een beetje overbodig. De cola is oké. De cola is goed voor de spoelen. Mijn vlucht is gecanceld. Want het is kind dat ik deze nacht niet vlieg. Dus dat is op zich mooi. En we zijn gaan kijken. Dus in plaats van morgen naar Charleroi te gaan, dat gaat niet. Dus ik ga morgen naar Rotterdam vliegen. Om toch morgenavond in de Missing Link te staan. Morgen om 3:00 stijg ik op. Maar ik zie dus vanavond nog wel Ries. Godverdomme. Het
deze man blijft hier nou. Ja. Jij ja, goed! Je wou het hier nog gezellig met twee hebben? Ja, niks is minder waar, nee. Want ik blijf gewoon nog. Je bent heel, heel welkom. Ja, ja. Hey, dankjewel. Je bent de beste derde wiel ooit. Dat ik ooit heb ontmoet. Wajo. Ik voel me ook echt het beste derde wiel ooit. Maar zo'n goede derde wiel, goede rubber. We gaan vertrekken naar Tropics. How are you? You're back in the vlog. Back in the vlog. Smakelijk, Ries. Alles is op. Ik heb het allemaal te danken aan deze dame. Oké, tot zo. Sari, wat gaan we doen? Slapen. Ik ga eerst de tijd doen. By the way, shout-out naar Summerbeach. Jongens, debrief. Debrief. Oké, beginnen bij jou, zodat jij er snel vanaf bent. Dank u. Ik geef het een 10 op 10 voor jullie twee. Jullie hebben top gedraaid, apart en samen. Maar in het algemeen, ik voel me fucking kut. Ik wil naar huis, kut. Dat was heel tijd mijn gedachte. Oké, top. Dank u. Ik heb chronische bronchiet. En als ik vermoeid ben, dan komt dat op. Dus besef, ik heb mij zo kloot hard zitten werken voor jullie twee. Maar ik hou van jullie allebei. Van mij iets meer? Of natuurlijk. Oké, debrief. Dat was een 8. Ja, dat is goed. Oké, back-to-back geef ik een 8. Back-to-backs zijn moeilijk en het ging beter dan verwacht. Ik geef mij een 9, omdat ik echt heel blij ben. Geen idee waarom het geen 10 is, moet kritisch blijven. Maar een 9, omdat ik ben blij met alles. Ik heb CO2 gehad, het publiek dat altijd aan het springen was geweest, voor confetti gehad, was top, was bij Jente ook. Super tof. Als ik dan naar onderzet moet gaan, ga ik hetzelfde als Jente geven. Gewoon ook een 8. Dat was de laatste dag, Lorette. De laatste dag van de zomertour. Wat een week. Deze was echt pittig. Wat een weken. Normaal had ik niet binnen 2 minuten in de lucht gaan. Ergens is het wel echt beter. Ja, echt wel goed. Slaap. Wacht. Kut. Nog eens. Tot morgen. Yo, goeiemorgen. Tijd om alles te pakken en te vertrekken naar de airport. Het is een super mooie dag. Op het thee. Een maat van mij heeft zo'n kranenbedrijf. Ik had vorige keer gezegd, ja, volgende keer koop ik een kraan in Lego. Ja. Maar hij zei dan van, ja, als je een kraan koopt, dan moet je hem zelf in elkaar steken. Dus ik heb nu een bulldozer gekocht, die moet ik dan niet zelf in elkaar steken. Het is tijd om te vertrekken. Jongens, we zijn eindelijk terug in Nederland. Nu nog naar België geraken. Allee jong, deze kan toch niet. Dan stap ik hier binnen. Rechts of zo? Oké jongens, wij gaan rijden. Yo, je had dat gedacht. We zijn thuis. Dank jullie wel om te kijken, like en subscribe. En als ik dit vaker moet doen, yo, laat het mij weten. Wat een week eigenlijk, wat een tijd. I'm coming home, tell the